Ga je nou weer verhuizen? Ja. Ik ben niet zo'n held, hè, op schaatsen, maar ik sta erop en ik beweeg. Mijn sleutels opgehaald. En jongens, ik kan echt niet omschrijven hoe blij ik ben. Allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ja, het sneeuwt nog steeds keihard. En ja, dat betekent dat ik op dit moment niet terug naar Tilburg kan met de trein. Ik ben al de hele ochtend de NS in de gaten aan het houden. Maar het probleem is dus, hij zegt wel dat er treinen rijden. Maar elke keer als ik dan kijk, dan zie ik dat die trein dan weer is uitgevallen. En dat hij dus uiteindelijk helemaal niet gereden heeft. Dus ik ben elke keer maar een beetje in de gaten aan het houden of er überhaupt een keer een trein gaat rijden. Want anders ga ik het oprecht niet proberen vandaag. Want ja, het heeft niet zoveel zin als ik dan ergens vast kom te zitten. Maar ja, het is wel echt balen, want ik hoopte zo erg dat het vandaag beter zou worden. En dat ik terug zou kunnen, maar de treinen gaan nog steeds niet. Dus het is echt heel kut. Zou het morgen ook kunnen, maar ik ben morgen ook bang dat ze niet rijden. Omdat er heel veel ijs ligt. Ik heb wel een hele leuke week vandaag. En nu kan ik het eindelijk vertellen. Want ik heb het al een paar weken vlog een soort van gehint. En nu kan ik het eindelijk gewoon vertellen. Ik moet namelijk woensdag sowieso in Tilburg zijn. Gelukkig kan ook altijd mijn moeder nog rijden. Dat heeft een reden. Want ik ga woensdag verhuizen. En nu denk je, Pam, ga je nou weer verhuizen? Ja, dat klopt. Maar ik blijf in hetzelfde gebouw wonen als waar ik nu woon. Ook gewoon dezelfde studio in principe. Alleen ga ik aan de andere kant van het gebouw wonen. En dat is eigenlijk iets wat ik al vanaf het begin stiekem wel heel graag wilde. Omdat daar net wat meer zonlicht naar binnen komt. En ik zit nu aan de kant waar eigenlijk nooit de zon schijnt. En dat heeft voordelen, maar ook nadelen. In de zomer was het ontzettend chill, want daardoor had ik niet een oververhitte kamer. Maar ik ben best wel een persoon die heel erg dat zonlicht nodig heeft. En daglicht is ook gelijk een les voor later, dat ik sowieso naar huizen moet kijken waar ik zon heb. Want dat vind ik gewoon heel belangrijk. Het is gewoon heel snel donker in mijn kamer en dat vind ik gewoon niet chill. En ik zou het gewoon echt fantastisch vinden als ik wat zonlicht naar binnen krijg. En dat ga ik bij mijn nieuwe kamer wel krijgen. Die zit echt ja, op het zuiden dan, denk ik. Zo noem je dat toch? Maar goed, daar komt in ieder geval wel heel veel zon naar binnen. En dat is wat ik heel graag wilde. Dus ik ga niet spannend naar iets helemaal nieuws verhuizen, maar wel verhuizen. Dus ik dacht, ja, leuk om jullie daarin mee te nemen deze week. Maar goed, ik moet eerst even kijken of ik wel in Tilburg kan komen ooit. Daar heb ik wel vertrouwen in. Dat moet wel lukken. Want we kunnen ook desnoods nog met de auto. Dus ja, ik heb daar in ieder geval heel veel zin in. Ik ben zo ontzettend blij dat ik een skipak heb thuis. Ik loop dus nu in mijn in de skibroek. En sneeuwlaarzen. En ik ben zo blij dat ik dat heb. Want dat houdt je echt zo lekker warm. En je wordt niet nat. En je krijgt het niet koud. En ik ben echt heel blij dat ik dat heb. En op zich zijn prima broeken. Ik voel me inderdaad wel een beetje alsof ik net aan de skiën ben geweest. Maar dat is wel een leuk gevoel. Die tas is mega zwaar. Ik ben gelukkig bijna thuis. Oké, jongens, vandaag is een bijzondere dag. Of eigenlijk een treurige dag, want Klaasje gaat stoppen met K3. Eigenlijk heel jammer vind, want ik vond hun dus echt zo'n leuk groepje met z'n drieën. Maar goed, nu is natuurlijk de hele heisa over het feit dat ze een nieuw K3'tje gaan zoeken. En jullie willen niet weten. Dat is echt niet normaal. Hoeveel berichtjes ik heb gehad dat ik auditie moet gaan doen. Echt waar. Ik had wel verwacht dat er wat mensen mij een berichtje gingen sturen. Maar dit is echt niet normaal. Hoeveel mensen dit nu naar mij sturen. Maar goed, moet jullie wel teleurstellen. Of tenminste, ja, ik weet wel bijna zeker dat ik geen auditie ga doen.
Ik heb ontzettend veel respect voor K3. Ik ben ook hartstikke fan, nog steeds. Echt al mijn hele leven. Maar ik kan er nog steeds heel vrolijk van worden. Maar ik denk dat er gewoon heel erg wordt onderschat. Wat voor leventje je hebt als K3. Het is aan de ene kant natuurlijk echt fantastisch en geweldig. Met al die kinderen ook. En dat aspect past ook echt helemaal bij mij. En het lijkt me fantastisch. Maar het is ook wel een leven waar je volledig aan K3 moet wijden. En ja, jouw leven wordt gewoon letterlijk K3. En natuurlijk heb je altijd een privé, maar dat wordt gewoon minder. En dat is wel iets waarvan ik weet dat ik dat niet wil. Plus, ik studeer een musicalopleiding en dat is ook wel waar mijn hart ligt. Ik moet zeggen, ik heb hartstikke getwijfeld vandaag, echt waar. Want tuurlijk gaat er iets in mij, zegt gewoon, dit is je kans. Je bent nu ook op de goede leeftijd. Dus het is eigenlijk natuurlijk de perfecte kans. Maar ik waardeer wel echt alle berichtjes van jullie echt heel erg. Ik vond het wel echt heel leuk om te zien dat jullie allemaal zo graag willen dat ik auditie ga doen. Ja, ik denk dat ik mijn pad op een andere manier moet bewandelen. Dat is mijn gevoel. Dus ik dacht, ik ga het toch even laten weten. Ik zit helemaal ingepakt. Het is mega koud nog steeds. Maar jongens, let op. Mijn sleutels opgehaald. Vanaf vandaag ga ik verhuizen. Ik heb echt ontzettend veel zin in. Ik ben zo benieuwd. Het slaat nergens op, want de kamer is hetzelfde. Maar ik ben toch benieuwd, want ik heb dus de kamer nog niet gezien. Wat echt heel erg is eigenlijk. Maar ik heb gewoon geaccepteerd, omdat ik weet dat alle studio's hetzelfde zijn. Maar ja, dus daardoor is het wel een heel klein beetje spannend. Ik weet wel welke kamer het is en waar die zit en zo. Maar spannend wat je aantreft. Dus mama is nu eventjes een winkelkarretje aan het halen. Zodat we de spullen wat makkelijker kunnen meenemen naar boven. Dus we gaan het zien. Ik vind het echt spannend wat ik aantref. Ja, zie je, de keuken zit aan de andere kant. Oh. Kijk, alles zit andersom. Hier moet ik hem aan wennen hoor. Wow. Het lijkt klein zo. Ja, het lijkt heel klein zo. Oké, sorry dat ik even met mijn telefoon film, maar mijn camera is bijna leeg. Dus die ligt beneden. Maar ik ben nu dus in mijn nieuwe kamer. En net was ik zo enthousiast dat ik eventjes niet het kon laten zien. Maar ik ga het nu aan jullie laten zien. Nou ja, in principe is het natuurlijk gewoon dezelfde kamer als die ik al had. Maar je kan het al zien. Hiervoor wilde ik gewoon verhuizen. Ik heb eindelijk zon. En dat is echt waardoor ik wilde verhuizen. Want ik zat aan de donkere kant. En ik miste dit gewoon. Deze zon. Dit is toch heerlijk. Maar goed, dit is dus de kamer. Leeg. Hier is de keuken. En hier aan deze kant is de badkamer. Maar goed, ik moet dus echt ontzettend wennen. Want alles is omgedraaid. Ik had alles precies andersom. Dus aan deze kant stond mijn bed. Mijn kacheltje was aan die kant. Ik ben nu gewoon helemaal gedesoriënteerd. Maar goed, dat maakt niet uit. Nu is het zo. Dit wordt mijn nieuwe kamertje. En ik heb nu ook echt heel erg nice uitzicht. Ik ga nu ook even iets laten zien waar ik net gewoon... Nou, ik was zo blij toen ik dit zag. De oude bewoonster heeft de kapstok laten hangen. En dit mag officieel eigenlijk niet, want je mag niks boren. Ik denk ook niet dat ze erin heeft geboord. Ik denk dat het geplakt is. Maar ik had dus nooit een kapstok. En nu wel. En ze heeft deze ook laten staan. En dit was nou precies het badkamerkastje die ik nog zelf heel graag wilde bestellen bij de IKEA. Dus dat hoeft niet meer. En daar ben ik ook heel blij mee. Oké, ik zal jullie heel even een korte update geven. Ik ben nu bezig met mijn kledingkast inruimen. We hebben de hele keuken al ingeruimd. De badkamer is volgens mij bijna helemaal ook nu. Of is helemaal, denk ik. Oh, ik zie er trouwens echt niet uit, maar ja. Er is al best wel weer veel soort van mezelf. Dus dat is echt heel fijn. En de grote meubelen die doen we echt... We hebben 4 dagen de tijd om te verhuizen, of zelfs 5. Het is vandaag woensdag en we hebben tot zondag. En we zijn nu al super ver. Maar zou ik zeggen, de grote meubelen doen we later. Omdat mama ook hier in de,
in deze kamer het bed in elkaar wil zetten. Wat ik ook heel goed begrijp. Want dat gaat wel een klusje worden. Dus we zijn nu vooral de kleine dingetjes aan het verhuizen. En dan komt later deze week de bank en de tafel en mijn bed en de lampen en nou, dat soort dingen. Ik zal even laten zien hoe de keuken er nu uitziet. Oké, let op. Dit is nu hoe de keuken eruit ziet. En de badkamer is al langzaam weer een beetje aan het worden hoe het was. Dus dat is top. Ik ben nu dus deze kast aan het inruimen, maar hier liggen nu alleen maar kleding. Maar mijn kastjes en zo zijn alweer helemaal ingeruimd, dus helemaal chill. Even kijken. Eén poot. Oh nee, dit is handiger. Oké, jongens. Heel even een turbo vlogje. Ik heb echt bijna... Nou, ik heb niks van deze verhuizing gevlogd. Maar het was echt... We hebben het super snel gedaan. Ik zie er ook niet uit. Kijk even. Janne en Sam uit mijn klas, die hebben meegeholpen. Ik ben hun echt eeuwig dankbaar. Want als zij er niet waren, waren we nu echt niet klaar geweest. Maar we hebben in één dag alles verhuisd. Ik heb alleen dus echt niks gevlogd. Maar het was zo hectisch en zoveel. Maar ik zal even laten zien hoe het er nu uitziet. Ik ga namelijk misschien binnenkort nog wel een keertje een update room... Hoe noem je dat? Room tour. Wow, zie je? Brain freeze. Laten zien. Maar goed, ik zal nu even snel laten zien hoe het er nu uitziet. Want het is wel een beetje anders dan mijn vorige kamer. Nou, dit is het grootste verschil van mijn kamer. Want voorheen had je mijn bed, mijn kast en dan deze hoek. Maar nu staat de bank er. Dus dit is wel even veranderd. Daar aan de muur komen nog mijn spiegeltje en nog een leuk dingetje. Dus ja. Deze twee tafeltjes heb ik ook nieuw. Dan hebben we hier gewoon mijn tv-hoek. Zoals het eigenlijk ook al was, maar dan aan de andere kant. En dan hebben we hier nog mijn oude vertrouwde hoekje. Wat nog een beetje in de troep is, maar goed. En mijn bed. Keuken. Badkamer. Dat hadden we gisteren natuurlijk al gedaan. Oh, hier ligt spullen van mijn moeder. En ja, er is echt ontzettend veel gebeurd. En het spijt me echt dat ik niet alles heel goed heb gefilmd. Of eigenlijk niet, maar we're done. Ik heb dus echt een enorm pakket van Shein ontvangen. En ik kan dus echt niet wachten om het uit te pakken. Ik denk dat ik het ook maar gewoon ga doen. Oké, weet je, we gooien het gewoon in deze vlog. Ik denk wel dat deze camera bijna leeg is. Maar ten eerste deze jas. Dit is toch gewoon alles wat je wil. Ik ben hier zo blij mee. Ik was ook echt zo erg op zoek naar zo'n jas als dit. Een beetje zo'n bomber puffer jack. En het is in de kleur groen. En I freaking love it. Ik ben echt helemaal verliefd. Oké, on to the next one. Het zijn ook echt best wel veel items. Dus ik dacht, als ik dit allemaal weer moet gaan bewaren tot een shoplog, dan staat het weer eeuwig in mijn kamer. Want ik ga ook alweer bijna naar huis. Dus ik ga het gewoon aan jullie laten zien. Sorry dat het hier een beetje donker is. Ik zal even kijken of dit lampje helpt. Ik denk niet echt dat het heel veel uitmaakt. Oh, mijn camera is bijna leeg. Ik ga toch even over naar mijn telefoon. Sorry. Of een andere camera. Even kijken. Ik ben even naar mijn andere camera overgestapt. Ik hoop dat deze camera het even volhoudt. Maar goed. Volgende item. Ik ben echt... Oh, ik word altijd zo excited van Shein pakketjes. Dat wil je niet weten. Ik heb het al heel vaak gezegd, maar ik ben zo fan van Shein. En ik heb ook het idee dat ze steeds beter worden met kleding. En ik kan er gewoon echt geen genoeg van krijgen. Want ze hebben gewoon alle stijlen altijd. En dat vind ik zo leuk. Oké, het volgende is een lekker pakkie. Nou, daar kan je me ook niet gelukkiger mee maken. Het is... gewoon deze, ja, het is een soort crème kleurige joggingbroek met een trui. Een cropped trui. Het is ook echt zo zacht. I can't. Dit is zo chill. Dan heb ik mijn favoriete jeans. Ik heb deze al in een donkere kleur. Heb ik nu ook in een lichte kleur besteld. Deze jeans is zo leuk en ik draag die echt zo vaak. En ik dacht echt, ik moet hem ook in een andere kleur. En dat is deze. Met wijde pijpen. Oh, mijn moeder belt. Mama is inmiddels binnengekomen, we gaan even verder. Oké, ik was dus bij deze broek.
Nou, mijn lievelingsbroek dus in een andere kleur. Ik zet trouwens alle linkjes in de beschrijving, zoals altijd. Dit lange grijze vest. Mega chill. Dit vest dus. Ook heel erg blij mee. Deze trui. Hoe leuk is deze? Even serieus. Helemaal mijn kleur ook. Nou ja, groen. Love it. En dan de laatste. Weer een trui. Alsof ik niet genoeg trui heb. Maar wel erg leuk. Dat is deze Los Angeles trui. Ook lekker oversized. Love it! Lig je lekker, mam, in mijn nieuwe kamer? Yeah. Ik ga nog even laten zien. Kijk, jongens. Ik heb de smartlampen van de Action gekocht. En ze doen het echt helemaal super. Echt een tipje van mij. Hier hebben we de app. Ik zal het eventjes demonstreren. Hier kan ik het ook op wit licht zetten. Dan is het even heel fel, sorry mam. Kan dat licht ook helder of minder helder maken. Kijk. En de temperatuur kan je veranderen. Ja, warmer of, kijk, warmer licht. Ja, maar dat wordt niet warm. Ja, kleurtemperatuur. Ja, mam, lach me maar uit. Oh, kijk, zo doe ik ze uit. Dat was niet de bedoeling. En hier kan je kleur doen. En dan heb je kleurtjes en die kan je veranderen. Nou, dit moet je hebben. Oh, kijk hoe leuk mijn achtergrond. Helemaal paars. Dus mocht je erover twijfelen of je dure smartlampen wil van You of whatever. Dat kan. Maar dit werkt ook. Dus het is een tipje van mij. Die lampen kosten 6 euro. Nee, 8,95 en die andere waren 6,95. Ah ja, dus die... Ja, ze zijn twee verschillende soorten lampen. Maar zeg maar, een normale lamp... is 8 euro, toch? 8,95. Volgens mij 7,95 of 6,95 hoor. Whatever, rond die prijs. Als je nog geen gordijn hebt, dan plak je je raam gewoon lekker met de vuilniszak af. Jee, ik heb morgen geen zon op mijn smoel. Oké, dit is de reden dat ik verhuisd ben. Zo heerlijk. Lekker het zonnetje in mijn kamer. Oh, gewoon niet wachten tot het lente is of zomer. En dat ik dan gewoon lekker deze deur open kan doen. Ga ik nu niet doen, want het is echt heel koud. En dat ik dan gewoon lekker in mijn raam kan zonnen. Het is vandaag zaterdag. En ik ga zo meteen met mama naar de IKEA, want ik heb een bestelling geplaatst. Want ik heb nog geen gordijnen, dus die heb ik besteld. En nog wat andere kleine dingetjes. Dus die gaan we zo meteen ophalen. Dan gaan we de gordijnen ophangen en de spullen hier droppen. Dan moet ik mijn oude sleutels nog terugbrengen. En dan daarna gaan we naar huis, als in naar mijn moeders huis. En daar blijf ik dan een weekje. En dan over een week kom ik hier terug in mijn nieuwe huisje. En jongens, ik kan echt niet omschrijven hoe blij ik ben. Want ik krijg een lamme arm. Want het is eigenlijk exact dezelfde kamer als die ik al had natuurlijk. Ja, het is natuurlijk exact dezelfde kamer als die ik al had. Maar het voelt gewoon zo anders. Ik krijg hier echt een heel ander gevoel. En dat is heel raar. Maar ja, ik ben er gewoon echt ontzettend blij mee. En gewoon die zon die ik in deze kamer heb is gewoon zo lekker. Want het was altijd zo donker bij mij in mijn oude kamer. Ik ben er gewoon echt ontzettend blij mee. Meer kan ik niet zeggen. Ik heb mijn spiegel nu hier staan. Die kan ik heel makkelijk ook verplaatsen hoor. Maar ja, ik ben gewoon echt happy. En ik zal trouwens heel even deze outfit laten zien. Want dit is mijn Shein outfitje. Dit is dus de broek die ik had gekocht. Het gekke is alleen wel, ik heb deze in dezelfde maat besteld als die donkere kleur. Maar deze valt toch net iets groter voor mijn idee. Ja, of ik ben afgevallen, maar dat kan ik me niet voorstellen. Maar goed, hij zit prima. En dan deze leuke trui. And I freaking
Love it. Ik vind het echt een hele leuke outfit. Dus, yay. Ik ben lekker aan het schaatsen. En kijk, vliegtuig. Is het leuk, mam? Nou, mam, is het leuk? Kijk, wacht. Dat wil ik ook. Dat vind ik veel leuker. Oké, hou het vast. De jongens, even bewijs. Ik ben niet zo'n held, hè, op schaatsen, maar ik sta erop en ik beweeg. Oké, het is natuurlijk inmiddels alweer maandag, want ik ben niks anders gewend van mezelf. Maar ik moet deze vlog nog even afsluiten. Dus jullie zien me waarschijnlijk volgende week in de nieuwe weekvlog weer precies zo aan het begin. Maar goed, ik hoop dat jullie de leuk... Wow. Ik hoop dat jullie deze weekvlog weer leuk vonden. Ik vond het in ieder geval een hele leuke weekvlog. Ik heb hem namelijk al geëdit op dit moment. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En hoop ik dat jullie natuurlijk op mij willen abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!